In deze video gaan we het hebben over Instagram. We gaan de meest gestelde vragen voor je beantwoorden. Hoi, ik ben Grietje van de Videomakers, het kanaal waar we jou helpen bij het maken van betere video. Wil je daar nou nooit meer iets van missen? Abonneer je dan zeker eventjes op ons kanaal. Dat kan natuurlijk door op die mooie grote abonneerknop te drukken. En als je daar toch bent, druk dan ook even op het belletje. Want dan krijg je elke keer een notificatie als er een nieuwe video online komt. En vandaag gaan we het dus hebben over Instagram. Wij zitten zelf op Instagram, maar als ik heel eerlijk ben, weten wij een stuk meer van YouTube dan dat wij van Instagram afweten. Want er valt nogal wat te weten over Instagram. En daarom hebben wij Lian van Maldegem, oftewel videovrouw, gevraagd om deze video met ons te doen. Want zij weet veel meer van Instagram dan wij. Oh, en natuurlijk, schot voor open doel voor ik het vergeet, volg ons op Instagram. Dat vinden we super gezellig en daar kletsen we ook heel graag met je. Dus je kan ons hier volgen, @devideomakers. En nou ja, als je daar dan toch bent, volg Lian ook even. Die zie je hier ernaast staan. Gezellig! Vet gezellig! Instagram is natuurlijk een visueel platform. Dat begon ooit met het delen van foto's en dat is veel meer ook gegaan de laatste tijd naar het delen van video's. En er zijn nogal wat manieren waarop je video's kan delen op Instagram. Namelijk, en hoop ik dat ik ze allemaal uit mijn hoofd in één keer goed ga zeggen, in je stories, in je feed, je hebt IGTV, oftewel Instagram TV, je hebt Reels en je kan live gaan. En over al die verschillende mogelijkheden kan Lian natuurlijk veel meer vertellen. Hi, ik ben Lian, videovrouw en ik maak video's voor social media. Ik vind het hartstikke leuk hier vandaag te zijn bij De Videomakers. En ik ga jullie dan ook van alles vertellen over video voor Instagram. Nou, Grietje gaf aan dat er heel veel mogelijkheden zijn om je video te plaatsen op Instagram. Zo kun je bijvoorbeeld je video plaatsen op je feed, zoals je hier ziet bij de afbeelding van De Videomakers. De feed is eigenlijk de klassieke manier om je video te posten. Je hebt een beetje het vierkante formaat. Je kunt daar zowel foto's als video's plaatsen. En een video hiervan kan er maximaal een minuut duren. Behalve als je hem doorlinkt naar Instagram TV. Wat is nou eigenlijk Instagram TV? Het is eigenlijk Instagram televisie. En je kunt hier video's op Instagram plaatsen die langer duren dan 1 minuut. Zoals in de feed eigenlijk alleen maar kan. De video's zijn eigenlijk wat anders dan bijvoorbeeld video's in YouTube. Want je kunt ze in plaats van horizontaal, verticaal plaatsen. En als je ze vanaf je telefoon uploadt, kunnen ze ongeveer 15 minuten duren. En vanaf je desktop zelfs een uur. Nou, het bijzondere hiervan is ook, een beetje vergelijkbaar weer met YouTube, is dat je kanalen kunt maken in verschillende thema's en bijvoorbeeld verschillende thumbnails kunt maken, zodat mensen als ze jouw video willen bekijken ook je hele kanaal of serie kunnen gaan bekijken. IGTV is dus eigenlijk een aparte app die gekoppeld is aan Instagram. Dus als jij een video plaatst in jouw feed, dan kun je na een aantal seconden hem door laten schakelen naar Instagram TV. Dat zie je dan ook met een klein logootje onder in beeld. En dan ga je naar de andere omgeving waar je de hele video kunt gaan bekijken. Een van mijn favoriete plekken om een video te plaatsen is de Instagram Story. Het leuke daarvan is dat je het heel erg makkelijk met je telefoon kunt filmen. Let er wel op dat je zo filmt en niet zo, want dan krijg je van die zwarte balken. En de video's op Instagram Story die zijn eigenlijk 24 uur maar zichtbaar. Dus je kunt van alles filmen. Ik gebruik het zelf wel eens bijvoorbeeld voor een leuke behind the scenes video. Maar je kan ook foto's plaatsen. Je kunt het opleuken met wat muziek, met tekst in beeld. En ja, het kan gewoon lekker simpel zijn, want na 24 uur is het toch verdwenen. Als je nou nog creatievere video's wilt gaan plaatsen, dan kan je ook nog video's maken in de Reels. Reels is eigenlijk een soort van ja, montage manier. Je kunt video's maken van maximaal een minuut, maar opknippen in verschillende onderdelen. Het leuke is dat je eigenlijk per onderdeel iets kan toevoegen van een leuke tekst of een ander muziekje. En zo kan je eigenlijk je eigen creatieve video's maken in de Instagram app. En als je dan je creatieve reel hebt gemaakt, dan kun je hem posten en dan komt hij gewoon in je feed tussen je andere foto's en video's te staan. Een andere hele leuke optie van Instagram is live gaan. Op dezelfde plek waar je stories maakt, kun je ook live gaan. En als je live gaat, dan zien al jouw volgers dit. Daar waar mensen jouw stories zien staan, kunnen ze ook zien dat je live bent. En vervolgens kunnen ze inchecken bij jouw video. Het leuke van live gaan is dat mensen kunnen reageren. Ze kunnen je hartjes geven, ze kunnen je vragen stellen. Dus je kan best wel direct contact hebben met je doelgroep of met je vrienden. Nou, als je de video hebt afgerond, zijn er een paar opties. Je kunt hem namelijk opslaan en vervolgens misschien weer uploaden in je story, maar je kunt hem ook doorzetten naar Instagram TV, waardoor je hem ook langere termijn nog kan kijken. En dan wordt hij ook zichtbaar in je feed, zodat je nog een langere tijd ja, wat aan je video kunt hebben. Het is goed om te weten hoe lang je video mag zijn. En in Instagram verschilt dat dus per plek waar je hem uploadt. Lian had het daar net al een beetje over. De eerste keuze die je hebt is om een video te uploaden in je feed. En als je hem in je feed uploadt, dan mag die maximaal 1 minuut
lang zijn. Wat je wel kan doen op het moment dat je je video in je feed wil zetten en je wil daar een langere video laten zien, dat je je video in IGTV zet. In IGTV is je video minimaal 1 minuut en maximaal 60 minuten lang. 60 minuten als je je video uploadt vanaf de computer en 15 minuten als je hem uploadt vanaf je telefoon. En op het moment dat je hem in IGTV hebt staan, kan je hem dus ook in je feed laten zien. Krijgen mensen daar je video te zien op het moment dat ze er langs scrollen. En als die dan langer duurt, dan krijg je op een gegeven moment onder in beeld van, hey, wil je eigenlijk verder kijken? Kijk dan verder op IGTV. Dat heb je vast wel eens gezien als je zelf op Instagram zit. In je story kan je video's uploaden die maximaal 15 seconden zijn. Maar wat je wel kan doen, is je video opknippen in verschillende delen. En eigenlijk doet Instagram dat automatisch al voor je op het moment dat je een langere video wil uploaden. Dus stel dat je video 30 seconden is, dan zou Instagram daar automatisch 2 stories van maken van 15 seconden per stuk. Ja, dan kan je dus wel gekke dingen doen, zoals in het begin een tekstje laten zien en dan in de tweede 15 seconden een ander tekstje laten zien of een ander emoticon erbij plakken of er een ander filter overheen gooien. Wat ook goed is om te vermelden bij de stories, is dat die dus maar 24 uur lang blijven staan. De laatste optie is dus live gaan. En bij live gaan kan je maximaal een uur live. Dus als je iets wil doen wat langer is dan een uur, dan, nou ja, is Instagram live daar net iets te kort voor. Moet je hem even aan- en uitzetten, misschien. Gietje zei net dat een video 60 minuten maximaal kan duren op Instagram TV. Maar ik wil er nog wel even iets over zeggen. Want Instagram is natuurlijk een app en niet een desktop versie. Dus als je daar een video plaatst van 60 minuten, kan je wel voorstellen dat mensen niet heel veel zin hebben om 60 minuten lang zo naar een video te kijken. En daarnaast is het niet zoals YouTube dat mensen er naartoe gaan om video te kijken, maar kom je er een beetje toevallig bij terecht. Dus maak je video niet te lang. Als je toch een video wilt plaatsen, probeer dan iets van 10 tot 15 minuten of gebruik misschien een videoplatform zoals YouTube om echt je langere video's te plaatsen. Je hebt in Instagram dus verschillende plekken waar je video kan uploaden en je hebt ook verschillende formaten om rekening mee te houden. Het is dus handig om van tevoren te weten waar je jouw video wilt plaatsen, zodat je er tijdens het filmen al rekening mee kan houden, ja, met welk formaat je straks gaat werken. Instagram is natuurlijk heel erg bekend vanwege het vierkantje en dat komt vooral vanuit de feed, vanuit ja, de homepagina van je kanaal. Dat zijn klassiek gezien gewoon vierkantjes. Dus daar kan je ook heel goed vierkante video's inzetten. Je kan hier ook bijvoorbeeld een horizontale video inzetten, alleen wordt die dan gewoon veel kleiner weergegeven dan wanneer je er een vierkantje van maakt. Ja, Instagram is gewoon geoptimaliseerd op dat vierkantje. Dan staat Instagram bekend om in de stories bijvoorbeeld dat de video's verticaal zijn. Dus niet horizontaal, maar dat het echt geoptimaliseerd is om zo op je telefoon te kijken en er langs te swipen. Ik meme er ook gewoon maar eventjes een telefoon voor je bij. De exacte afmetingen trouwens, die gaan we hier beneden in een artikel zetten. Die vind je trouwens ook hier bovenin. Mocht het dan ooit veranderen, dan kunnen we het heel makkelijk weer voor je aanpassen. Ik krijg regelmatig klanten die zeggen van, nou, ik wil graag een vierkante video of een horizontale video en een verticale video. Maar dat is wel anders als je dan gaat filmen. Als dit bijvoorbeeld mijn camera is en je houdt hem zo, dan krijg je een horizontale video. Maar als ze een verticale video willen, kan ik de camera wel zo houden, maar dat is niet zo handig. Dus wat ik dan meestal doe, is hem ook zo filmen, maar wat meer ruimte houden aan de zijkanten, zodat je hem ook nog in het midden kunt snijden. Er zijn gelukkig heel veel apps tegenwoordig die het ook wat makkelijker voor je maken met de montage. Maar houd er rekening mee als je gaat filmen, dat je dus die ruimte weg kan knippen als je een vierkante of horizontale of verticale video wilt maken. Een vraag die ik zelf had bij Instagram is, moet je dat nou altijd met je telefoon filmen? Want ik merk dat als ik Instagram gebruik, dat ik voor video vaak alleen maar mijn telefoon gebruik, omdat wij vooral stories maken. En dat de foto's die we op onze feed zetten, dat we die wel met een professionele camera gemaakt hebben en die vervolgens uploaden op onze telefoon of nou ja, via een desktop app en dan op Instagram zetten. En Lian had het er net al over, dat zij voor klanten juist ook vaak video's maakt, wel met een camera. En ik vraag me dan af, wanneer kies je er nou voor om met je telefoon te filmen en wanneer kies je er nou voor om met een camera iets te maken en dat te uploaden op Instagram? Persoonlijk doe ik de meeste dingen met mijn telefoon. Een story die maar 24 uur zichtbaar is, ja, daar ga ik niet mijn professionele camera voor pakken. Maar ook voor live gaan kan het eigenlijk alleen maar vanaf je mobiele telefoon. En ook de reels maak je met video's vanaf je telefoon. Wanneer ik video's maak voor mijn klant, dan doe ik dat niet met mijn telefoon. Dan gebruik ik mijn eigen professionele camera, mijn licht en mijn geluid. En dan gaan we echt video's maken
om professioneler over te komen. Zo had ik laatst een klant die wilde dan bepaalde producten promoten. Zowel een trui als een t-shirt. Maken we daar speciale losse video's van. Die heb ik opgestuurd, zodat zij die zelf op mijn eigen Instagram kunnen gaan posten. Dan nog een aantal tips om je Instagram-video echt tot een succes te maken. Omdat Instagram een mobiele app is, kun je ervan uitgaan dat heel veel mensen onderweg naar iets toe op Instagram zitten. Dus als je bijvoorbeeld in de bus zit of in de trein, heb je niet altijd je geluid aan. Dus als je een video hebt gemaakt, kijk dan of je er ondertiteling onder kunt zetten. Je hoeft dat niet heel erg uitgebreid te doen. Zoals bijvoorbeeld bij stories heel makkelijk een optie om alleen maar een paar steekwoorden of een samenvatting te geven van jouw video, van wat je zegt. Maar zo geef je wel de mogelijkheid dat de mensen die geen oortjes in hebben, nog je video kunnen begrijpen. We hebben het er nu al een paar keer over gehad. Instagram heeft echt een heleboel verschillende manieren om video in te zetten. Ik vind dat zelf enigszins overweldigend. Ik moet zeggen dat ik ook niet alle vormen dus zelf gebruik. Maar wat heel leuk is aan Instagram is dat ze ook heel veel verschillende manieren hebben om interactie aan te gaan met je kijkers. En dat is iets wat Instagram op een bepaalde manier, vind ik, onderscheidt ook weer van andere social media platformen. Je kan dus bijvoorbeeld in de feed onder de video's reageren, net zoals dat je onder foto's kan reageren op Instagram. Maar in je stories bijvoorbeeld kan je ook quizzen neerzetten, vragen stellen waarbij mensen dan weer een antwoord kunnen typen. Dus je kan op allerlei verschillende manieren mensen vragen om met jou in contact te komen of om dus een kleine quiz te doen of iets anders interactiefs. En dat maakt het eigenlijk wel weer heel erg leuk. Tijdens het live gaan kunnen mensen ook direct vragen stellen waar je antwoord op kan geven. Mensen kunnen hartjes geven. Wat heel leuk is als je live aan het gaan bent, want dan zie je al die hartjes zo opdwarrelen aan de zijkant in beeld. En dan maak je het gewoon met elkaar gezellig. Dus als je een video maakt voor Instagram, zoek dan zeker de interactie op met je kijker. Als je nou zo'n leuke video hebt gemaakt of hebt laten maken en je hebt hem geplaatst op je feed, dan wil je wel dat die gezien wordt. Nu heb je een aantal volgers die waarschijnlijk de video gaan zien. Maar je kunt ook zorgen dat mensen die jou nog niet kennen de video's gaan zien door middel van een hashtag. Voor de mensen die niet weten wat het is, hashtag is eigenlijk een woord, een label met een hekje ervoor, om je video of foto een label te geven. Want Instagram kan ook wel gebruikt worden als een soort van zoekmachine. En mensen gaan dan zoeken naar een bepaald woord of een bepaald thema waar ze interesse in hebben. En als jij die hashtag hebt gekoppeld aan jouw video, dan kan het maar zo zijn dat ze bij jouw video terechtkomen en denken, jeetje, wat leuk, wat een mooi product of wat een leuke mensen. En je gaan volgen en zo weer meer bereik creëren. En de laatste tip is eigenlijk een soort van niet de onbelangrijkste. Namelijk, denk na over de inhoud van je video en over het doel van je video. We hebben nu natuurlijk gehad over een heleboel praktische dingen die je kan doen en alle mogelijkheden die Instagram biedt. Maar de bottom line is uiteindelijk dat je een video maakt waarmee je of iets wil bereiken. Bijvoorbeeld op het moment dat je een bedrijf bent, een organisatie, een stichting. Je laat mensen een video zien waarna je wilt dat ze iets kopen. Of dat ze naar je website gaan. Of dat mensen met je gaan kletsen, zodat je weet hoe ze over bepaalde zaken denken. Dat kunnen allemaal doelen zijn van je video. En het is goed om te weten wat je doel is, zodat je dat in je video weer kan verwerken. En zodat je bij dat doel ook weer de juiste plek binnen Instagram kan kiezen om je video neer te zetten. En natuurlijk zijn er ook een heleboel mensen die Instagram gewoon gebruiken voor de lol. Ja, zorg er dan ook gewoon voor dat je lol hebt met je video en dat je hem maakt omdat je het leuk vindt en dat je gewoon leuke, toffe, gezellige momenten deelt met je vrienden of met je publiek. Dit waren ze dan, antwoord op een aantal vragen die vaak worden gesteld over Instagram. Als jij nog meer vragen hebt of je wilt deze video graag aanvullen, laat het zeker eventjes weten hier beneden in de comments. En voor nu bedankt voor het kijken. Bedankt Lian dat je ons hierbij geholpen hebt. En tot de volgende keer.